السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس بروز تسليد كورا ما تبرور أم شوي. الحمد لله وخم بهن مد قائدة من القرآن قائدة بتيكنت الباسس أن القرآن إس أرابي ستال دس باسس من الأرابي ستال وخم بهن مد الألفابت أن زول سيدي بيتن دات أرابيس من رحس نار لينكس وش خليسن خاون دس بهن مد هيلما من بوفنان عن رحس الكونس الإيست لاتر تليسن. بس إن شاء الله كا de alfabet voorlezen, stap per stap, en jullie moeten mij goed meevolgen, goed luisteren en het ook goed herhalen, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, شين صاد ضاد ط ظ عين غين ف قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا هذا هو الألفابت. probeer het dus goed te leren. per woord moet je ongeveer 10 keer herhalen. Blijven herhalen en inshallah, jullie zullen het goed doorhebben. Op de volgende pagina staat er nog een klein beetje half, maar het is wel in Engels. Zoals jullie ziet, alif, as in a lift, ba, as in a bar, bar. Dus als je wilt lezen, Engels kan goed lezen of begrijpen, kan je dit helpstuk gebruiken. Kun je nog meegeven dat de full mouth letters staat hierop. Dus er zijn 7 full mouth letters, namelijk de volle mond letters. Dus dat betekent dat deze letters moeten uitgesproken worden in de volle mondtoestand en niet in de lege mondtoestand. Wat ik juist bedoel ermee is, bijvoorbeeld de eerste letter is ga, moet je niet als ge lezen. Dat is verkeerd. De tweede letter is dan saad, dan moet je niet als sad lezen. Dat is ook verkeerd. Dan, de derde letter is bod. Je moet niet als dad lezen. Wel, bod. Dan de pa, za. Pa moet je ook niet ta lezen. Za moet je ook niet za lezen. Rein moet je niet rein lezen. Kaf moet je niet kaf lezen. Dus, de volle mondtoestand geven. Ik ga weer opnieuw beginnen. Ga, sa, wa, pa. Za, Wain en Qa. Staat er nog op dat similar sounds, dezelfde klanken. Alif heeft dezelfde klank zoals Ain en Hamza, maar Ain is meer van de keel gelezen. Dan heb je de Ta en de Pa, is dezelfde klank, maar Ta is lege mond, Pa is volle mond. Ta is meer je tong uit. Sa is normaal zoals een S. En saad, dat is meer een volle mond toestand. Ha en ha is ook een beetje dezelfde klank, maar ha is meer dikker gelezen. En ha is meer onder van je keel uitgesproken. Dan heb je dal en bad. Dal is normaal. Bad is dan een volle mond toestand. Dal, dal moet je uitspreken door je tong tussen je tanden te leggen. Dan kan je de dal uitspreken. Dal. Dan heb je za. Za is normaal zoals de letter z in Nederlands. Dan heb je za. Za is de volle mondtoestand. Kaf en kaf zijn dezelfde, maar kaf is meer in de volle mondtoestand en kaf is dan in de lege mondtoestand. Dus inshallah, probeer je best om dit thuis te herhalen. Mijn tip is, voor goed te herhalen, blijf één letter 20 keer, 30 keer blijven herhalen. Zo ga je het beter kunnen. Inshallah, tot de volgende keer. Vergeet jullie niet te abonneren op deze kanaal en probeer deze werk van Dawa
te verspreiden tussen jullie families, vrienden en kennissen. Of je kan het meedelen via social media websites zoals Facebook, Instagram, Twitter. En maak je kans groter om hasanaat te verdienen van Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.